Laten wij gezellig met z'n allen blij zijn. Zijn wij dat? Ik er wel. Yes! Hallo mensen, mijn naam is Kelvin. Ik heb een nieuwe video voor jullie. Ik ben hier weer speciaal voor jou uit mijn bed gekomen om dit te doen. Ja, en een beetje voor mezelf, omdat ik het ook gewoon leuk vind op zich. Jawel, oké. Ja. Ik ga vandaag terug in de tijd. Ik voel me net een tijdreiziger. Ik voel me net een tijdreiziger. Jazeker. Het plan is als volgt. Ik, Ik ben al best wel een tijdje bezig op YouTube. En ik heb dan over de jaren ook wel kijkers gekregen enzovoorts. Maar vroeger, en met vroeger bedoel ik ongeveer 2010, toen het allemaal een beetje begon, toen waren er ook al een aantal kijkers. En wat gebeurt er als een YouTuber kijkers krijgt? Dan gaat hij daar foto's mee maken omdat kijkers dat waardevol vinden. En dat vinden YouTubers leuk en dat ga ik dood. YouTubers maken foto's met kijkers en die komen dan online. En wie weet allemaal hoe het internet werkt, dat blijft dan voor eeuwig blijft dat staan. Ik heb dus nog best wel veel foto's van foto's met fans van vroeger waar ik dan mee foto's had gemaakt. En als ik nu terugzie, denk ik, what the fuck was that? Wow, wow. En vandaag ga ik daar even naar kijken en dan ga ik mijn reactie daarop filmen en dat wordt weer één groot feest. Dus geef me vast een duimpje omhoog op deze video als je er zin in hebt. Ik heb er sowieso zin in en let's go! Oké, de eerste foto is, is van best wel een tijdje... Dat shirt is epic, man! The Creators Productions. Ik weet niet of jullie veel van mij weten, maar ik heb een ander kanaal genaamd Cinemates. En dat had eerst een andere naam, genaamd TC, The Creators. En toen dachten we, jongens, we gaan gewoon een shirt laten maken. Dit was dat shirt. Ik heb hem niet eens meer, volgens mij. Dit was een foto met een meisje genaamd Claudia. Dat weet ik gewoon in mijn hoofd. Gewoon, weet je, I'm the realest, am I? En ik had hier gewoon een smirk glimlach. Oké, ik ga hem even zetten. Mijn haren waren best wel intens. Kijk, nu heb ik gewoon dit. Nu heb ik een wat meer in goede banen geleid kapsel, wat mij betreft. If you want to hate on my hair, then just do it. I don't give a shit. Maar hier was het best wel een soort van, nou, hoe zeg ik het netjes? Stro op mijn hoofd. De foto is net niet groot genoeg om te zien hoe mijn kapsel eruit zag. Maar we zullen ongetwijfeld nog wel eventjes bij andere foto's zien hoe mijn kapsel eruit zag. De volgende foto is samen met... Ah, fucking mooi. Dit is goud, dit is prachtig. Oké, het verhaal achter deze foto is mooi, hoor. Dat was prachtig, super mooi. Was bij een YouTube bijeenkomst. En het mooie was, ik was de hele dag was ik daar, hoor. Ik was de hele dag bij die bijeenkomst. Allemaal op foto's gegaan met kijkers en zo. Toen stond ik bij de auto. Je ziet achter me, zie je al gewoon de auto staan. Je ziet gewoon de auto. Mijn broer staat hier achter. Ik was echt klaar om weg te gaan. Komt er nog een blonde mogol naar me toe. Een blonde jongen die gewoon aan me vraagt. Yo, Kelvin, kan ik nog even snel een foto maken? Toen zei ik... I'm tired as fuck, but okay. Ging een foto maken. Blijkbaar was het onze grote vriend Eenhoorn Joost. Ik weet niet of jullie het was opgevallen, ongetwijfeld wel, denk ik. Dit was Joost. Joost was gewoon de OG fanboy, was hij. Hij maakt gewoon... Dit is echt prachtig. Ik kijk ook echt helemaal kapot uit mijn ogen. Ik heb hier zo geen zin in. Ik heb hier zo fucking geen zin in, mensen. Zo was ik. Hij is mooi. Hij is prachtig. Ik vind het fucking mooi dat die foto gewoon nog er is. Gewoon. De volgende foto is dit. Met een fan. Genaamd Ene Peter de Harder. Ha, prank. Hij is geen fan. Hij is gewoon mijn mattie. En wij waren daar samen de foto maken. En je ziet hier, ik heb deze foto expres even uitgelegd, want je kan zien wat voor bakstro mijn haar was vroeger. Aan de voorkant hebben wij mooi gestelde graansprieten. En aan de achterkant hebben wij een intense mat. Echt, dat matje van mij was niet normaal. Dat was gewoon daar kon je gewoon je voet op vegen. Dat was geen grap. En blijkbaar vond ik het nodig om mijn middelvinger op te steken. Nou ja, Kelvin, van die tijd, ik ben trots op je. Ik had gewoon toen al scheid aan alles en iedereen. En nog steeds. And that's why I do this. Double time. Ah, motherfucker. Hoe mooi is dit, man? Ik zie een foto samen met een meisje. Zij heette Senna en zij had een Twitter genaamd... Zij had een Twitter? Who the fuck has a Twitter? Nobody. Zij had een Twitter-account genaamd Cinemates F, Cinemates Forever. Cinemates Forever, je laatste tweet was op oktober 2015. Dat is niet forever, dat is best wel lang geleden al. Dus you lied to me. Yes, you did. Maar dit meisje heette Senna en onder deze foto had zij gezegd... Looking at everything I filmed on the... Dutch YouTube gathering. So sad it's over. @Calvin, @DirectPete, @Cinemates, I love you and I miss you. Het mooie was, Sarah kwam fuck uit Spanje of zo. En zij ging helemaal naar Nederland toe. En toen ging ze daar ons ontmoeten en shit. Ik weet niet of jullie weten waar dit naartoe gaat. Maar momenteel. Oké, okay? we zijn een beetje ouder. We zijn een beetje wijzer. Nou, dat niet eens zozeer. Sarah. Sarah is tegenwoordig YouTuber. De vriendin van een bepaalde jongen genaamd Jelly. Met meer dan 2 miljoen abonnees. Jelly, als je dit ziet, shout-out naar jou. Lekker bezig. Ik word licht in mijn hoofd. En Sarah heeft momenteel gewoon meer abonnees dan op dit kanaal. Ja. Wat moet ik hier dan mee dan? What the fuck moet ik hier dan mee?
I got fucked for lies. Nee, Sarah, ik ben trots op je. Als je dit ziet, fucking lekker gedaan. Ik vond het alleen ironisch dat je dan foto's van eerst en dan... Het is gewoon... It doesn't make any sense, people. It doesn't... We gaan weer door. We gaan gewoon gezellig door. Wauw, een oude foto gevonden op mijn oude Facebook-account. Haha. Oké, het mooie aan deze foto is... Ik doe echt dit. Ja hoor. Komt goed. Ah, smile. En Peter weet gewoon niet zo goed wat hij moet doen. Peter staat gewoon... We hadden gewoon allebei gewoon TC-shirts weer aan. Represent old school, hardcore. Je weet toch hoe het ging. Ja. Peter echt met zijn korte kuifjeskapsel. En hier had ik gewoon een pet op. Dit was het moment waarop ik besefte, jongens, mijn kapsel kan eigenlijk echt niet. Dus ik doe gewoon een pet op en dan is het probleem verholpen. Dat denk ik nog steeds elke dag. And it works. Ah. Nou, dit was ook mooi. Dit was in 2013. Kijk hoe smooth ik was, jongen. Bloesje in je broek en shit. Het toch goed gaat. Gewoon geen probleem. Gaan. Dit was volgens mij in Jorette Mar. En er waren gewoon meisjes die mij herkenden. En ik vond ze gewoon mooi. Ik vond ze er gewoon mooi uitzien. Ze zijn best wel mooie meisjes, toch? Maar ze hadden geen telefoon bij zich. En toen dacht ik, weet je wat? No problemo. Ik zal de foto wel even plaatsen op mijn Twitter met kapot veel volgers. En dan zal ik jullie wel even de foto... Dan kun je hem daar downloaden. Met je korte roze broekjes. Nah. En zo ging ik gewoon die strijd aan. Kijk hoe ik gewoon... Je ziet ook voor welke ik een voorkeur had op dat moment. Ja, de ene is gewoon zo van, hallo. En de ander is gewoon, kom maar hier. No problemo, let's hang out. Oh, I was fucked up. I feel fucked up, man. I don't know what the fuck. Kijk, ik heb zeg maar twee standaard hoofden als ik foto's maak met fans. En dat is dit. Dan ga ik zeg maar, de eerste is dit. Dat ik zo bewegingen omhoog trek alsof het is. Hey, how you doing? Just casually on a photo, it's okay. En ik heb dat ik ga lachen, maar dat ik gewoon... Kijk, als ik moet lachen, doe ik dit. Ja, dat niet zozeer, maar dan doe ik dit. Dan heb ik dit hoofd. En ik doe dan gewoon alsof ik moet lachen en dan zet ik me gewoon stop halverwege. Dus ga ik gewoon... Awkward, heb je een foto al gemaakt of niet? Nee? Oké, nou, prima. Dat is mijn hoofd. Peter daarentegen is dronken hier. Kom maar foto maken, hoor. Geen probleem. Jouw trui heeft dezelfde kleur als mijn shirt. Keihard, joh. Laat een foto maken. It was those times roll good. Wow, shit. Die foto van net met die middelvinger. We hebben een ander perspectief. Eén waarin je daadwerkelijk ziet dat mijn kapsel zo fucked up was. En waarin Peter gewoon achter staat en denkt... I don't know what to do with my life. What the fuck is this guy doing? Why am I here? Peter's hoofd is goud. Peter's hoofd is echt goud. Is echt, ik kan het niet eens nadoen. Hij is prachtig. Wow, damn. Ik heb gewoon een foto met Melanie waarin ik er echt uitzie alsof ik geen slaap heb gehad de dag ervoor. Weer het geblokte bloesje. What the fuck? What the fuck? What the fuck was happened with me? Op deze foto zie ik er gewoon uit alsof ik moet huilen. Gewoon. Maak maar snel de foto. Ik moet huilen. Snel foto maken. Ja, oké. Okay. Zo hou ik echt. Wow, deze foto blijft fucking mooi, man. Deze foto is echt fucking mooi. Dit is niet eens meer met een fan, maar deze kom ik nu ook tegen. Dit zijn Peter en ik. En ik draag fucking shutter shades. What the fuck? Waarom leefde ik een leven waarin ik shutter shades droeg? What the fuck was that? Dat waren brillen die Kanye West volgens mij had op de markt had gebracht. En je ziet, ja... Als je daar tegenwoordig nog mee over straat hoeft, word je gewoon instant in elkaar geslagen. Nou, dit waren Peter en ik op een fucking schoolfeest. Volgens mij voor het eerst ooit dat we elkaar aanraakten. Times were okay back then, right? It was okay. Deze foto is ook fucking mooi, man. Dit is een foto van de Dutch YouTube Gathering 1. Waarin er meer YouTubers waren dan kijkers. Besef even hoe fucking raar dat is. En hierin heb ik een foto met Bardo, Dylan, Erik, Thomas en Milo. Wow! Kijk mijn JVC cameratasje dan. Ik rockte hem gewoon keihard. En ik droeg gele t-shirts. Hoe geel? Really, Kelvin? In ieder geval geen geblokt blouseje. Nou, lijkt net alsof ik uithaal naar Milan. Maar het is meer omdat ik net de hele tijd blousejes aan had. Ja, I fucked up for myself. I did again. Thomas heeft trouwens ook een geblokte blouse. Anyway, fuck de blousejes. Hoe mooi is deze foto? Wij zullen allemaal na jaren terugkijken op deze foto en denken... Hoe mooi en onschuldig was YouTube toen? En nu is het veel epischer, want nu is het fucking huge, motherfuckers. Toen was het zo lekker rustig, zo lekker onschuldig. It was amazing. Nog een geblokt blouseje foto van mij samen met een kijker en nog mijn strookapsel.
Je voelt ook gewoon dat ik niet weet waar ik mijn hand moest neerleggen daar. Dat was back in the day, waarin ik gewoon niet wist hoe dat moest. Ik deed gewoon... Nu doe ik gewoon dit. Nu doe ik, dit is simpel. Gewoon boobies! Kelvin, gedraag je. Kelvin, gedraag jij. Deze foto is ook mooi, man. Deze foto is fucking prachtig. En weet je waarom? Weet je waarom ik deze foto prachtig vind, jongens? Dat zal ik je even uitleggen, oké? Okay? Ja, zeker. Kijk, het mooie aan deze foto is... Ik geef dus Mout. Ik weet hoe hij heet. Mout, shout-out naar jou. You're the realist. Ik geef Mout een kusje op de wang. Waarschijnlijk omdat ze dat wou voor de foto. En hij was like, oké. Okay. En Peter zit ernaast. Peter zit ernaast. En die kijkt echt aan. Wat moet ik doen? Wat is de bedoeling precies? Hier? Jongens? Oké. Ik ga van huis. I'm out. Peter's hoofd is zo mooi. I love it, man. I love the realness in Peter's hoofd. Nou ja, jongens, dit waren nog lang niet alle foto's. Maar anders wordt deze video veel te lang. En ik kan ook niks meer vinden. Maar ik ga nog niet weg. Ik heb nog één ding om jullie te vertellen. En dat is belangrijk. Dus mijn vraag aan jou is: heb jij ooit een waterballon zien ontploffen door elastiekjes? You're about to. Natuurlijk af, yo Kelvin, what the fuck heb je me nou laten zien? Het is eigenlijk vrij simpel, het was een YouTube kanaal wat ik tegenkwam. Het is uit België en ik vond het lijp, want je hebt mensen zoals Nathan en zo die in België gaande zijn en die worden ook bekeken in Nederland. En toen dacht ik van, jongens, Belgische YouTubers zijn eigenlijk keihard. En ik vond deze jongens ook keihard en ik zag die video van de waterballon. Toen dacht ik, moet ik jullie even laten zien, dat heb ik dus zojuist gedaan. Nou ja, zoals ik dus zei, het is een YouTube kanaal uit België genaamd Buisbazen. En zij maken video's op YouTube. Ik heb alle linkjes eventjes naar het kanaal en weet ik wat allemaal in de beschrijving gezet. En daar kun je dan op klikken en dan kun je checken. En wil je nou de hele video van de watermeloen zien? Dan kan, dan kun je hier klikken. Hier staat hij. Ja, klik hier out. You can do it. It's fun. Dus abonneer natuurlijk op Buisbazen. Ik denk dat ze nog super veel vette content gaan maken. Dus hoe meer content, hoe meer fun, of niet dan? Ja, ja. Mocht deze video nou de smaak vallen, dan wil ik nog een video maken over dit. En heb jij nou nog foto's met mij ooit gemaakt in 2010 of in 2014 of wanneer dan ook? Die kun je naar me sturen op Twitter of op Instagram, op Snapchat of waar dan ook. Dat kan Calvin. Hier, bam. Hoppakee. Niks aan de hand, yeah. En abonneer natuurlijk op mijn kanaal, want ik ben er 3 keer per week speciaal voor jou voor een video, yeah. Ik weet best wel vaak dat ik bijvoorbeeld mannen zie, of mannen in films of zo. Ik noem geen namen, Zac Efron, die ik dan zie en dan denk, hey, I'm happy to see you, cause you're a fucking good looking guy, man. Ik heb het zo vaak, dat ik dat, heb ik vooral bij Zac Efron, heb ik gewoon dat ik hem zie en dan denk, yo, jij bent shirtless, gewoon echt wel een aantrekkelijke dude. Dat ik het gewoon niet onprettig vind om daarnaar te kijken. Ik vond het gewoon, what the fuck is happening with me?